Ja, de sfeer zit er hier goed in Sporting Hasselt. En Lisa is ook al helemaal klaar met het spel kaarten. Ja, helemaal klaar. Ja, veel succes zo meteen. Dank je. Voilà, want zij legt de ballen ook klaar voor de kandidaten. En dat is belangrijk. Jij bent kandidaat 1? Ja. Brent uit? Bilzen. Kijk eens, Brent, ik ken jou een beetje van ziens, want jij doet ook een beetje aan radio zo overal. Hè? Ik zit in een station in Hoestelt, ben ik radiopresentator. En voetballen ook, Brent? Gedaan. En dit is onze kandidaat 2. Dag, jij bent? Samir. En van waar ben je, Samir? Uit As. Voetbalfreak, ja? Ja, toch wel. Kandidaat 3 ziet er ook gevaarlijk uit. Overpaald. Overpaald, zeg. Ja. En je hebt nog een kleine supporter bij. Met een opvolger, hè. Een opvolger, ja. Hoe heet de opvolger? Jorrit vanavond. Jorrit, jij gaat goed supporteren, hè? Ja. Allemaal ze. Kijk, we gaan ze in ieder geval veel succes wensen. En wie mag beginnen bepaalt Lisa. En vooral haar spelkaarten. Ja, ze mogen kiezen uit een hele stapel. De hoogste kaart mag het eerste trappen. En zo verder. Brent, jij hebt 10. Samir, een 4 en een 3. We staan al direct in de juiste volgorde. Brent mag beginnen. En dan volgen we zo aan. Het rijtje stond al helemaal correct. Lisa neemt de kaarten terug onder de hoede. En wij gaan kijken of Brent zijn voetbalervaring gaat krijgen. Ja, voilà. Wie weet. Dat was het. Een klein aukje voor de rest hier. En een groot applausje voor Brent. Wat Brent wil weten is wat hij vandaag gewonnen heeft. Brent wint een horloge van Kibo. Dankjewel. Jammer genoeg geen plaats voor de FCA Bouwgrond, maar hij gaat eruit. Op de finale dag van het WK spelen wij ook onze finale, dus dan zeker kijken. En voor nu, met z'n allen... Met z'n allen met de samba-ballen! We dansen de samba, we dansen de samba. Want in dit samba-ballen, party, daar is bal. We dansen de samba, we dansen de samba.